Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven. En dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Anders zal de natuur niet kunnen herstellen en gaat Nederland nog verder op slot. Het eerlijke verhaal is ook dat een groot deel van de wensen van de agrarische partijen ingewilligd kunnen worden. De enige manier om van het slot te gaan is natuurherstel. En dat eist onder andere dat op korte termijn er veel minder uitstoot is en het eist een blijvend dalende lijn. Er is geen andere route. October 14 is het streven dat wij als kabinet inhoudelijk een eerste reactie op hoofdlijnen geven. We nemen hier echt even de tijd voor met elkaar om te kijken wat staat hier nou, wat betekent dat en hoe gaan we samen met andere partijen hier een vervolg aan geven. En ik zei het al, superbelangrijk daarbij is die toekomst voor de boeren in Nederland zoals die er is. Eenvoudig.